De Beuningse Hockeyclub MHCB, Mixed Hockey Club Beuningen, viert vandaag een bijzonder jubileum. Het team van Fit Hockey bestaat 15 jaar. Fit Hockey is speciaal voor 50-plussers die nog graag een balletje willen slaan. En na 15 jaar is deze groep groter dan ooit. Ruim 15 jaar wordt er elke maandagochtend nog fanatiek gehockeyd op de velden van de Beuningse Hockeyclub door ouderen uit de gemeente. Vandaag was het de ere van het 15-jarig jubileum en de open inloopochtend voor ouderen die graag kennis wilden maken met deze vorm van hockey. En na 15 jaar is het Fit Hockey nog steeds ongekend populair en daar is oprichter Ton van den Brand maar al te blij mee. Nou, daar ben ik dolgelukkig mee. Dat het nou eindelijk eens gelukt is om wat mensen te mobiliseren, want het is het blijft een sport voor de mensen. Ook voor de hockeyclub is het erg belangrijk dat Fit Hockey zich blijft ontwikkelen, vertelde voorzitter Jaap Burgers. Nou, voor Beuningen is dat heel erg belangrijk. We zetten natuurlijk heel erg in op jeugd. Hè. Beuningen is een club voor jong en oud, maar de jeugd heeft de toekomst. Maar zeker ook de seniorenleden, zoals de Fit Hockeyers. Ja, het is gewoon heel belangrijk. Het is een grote groep. Ze spelen door de week. Het houdt mensen fit. Ja, voor de club is het gewoon heel erg belangrijk. Maar wat maakt het fithockey nou zo leuk? Nou, daar hebben ze wel het antwoord op. De leukigheid is vooral dat we het hebben. Met een groep mensen. En ze hebben niks met elkaar. Want ze hadden van tevoren kennen ze elkaar niet. Maar het is een team, jongen. Je blijft lachen met die manier. En je keek er steeds naar uit om weer op die maandagochtend om hier te komen spelen. Nou, vooral omdat ze toch actief bezig zijn. En bij ons is de derde helft natuurlijk ook heel erg belangrijk. En dat is het koffiedrinken. De eerste maandag van de maand hier koffie te komen drinken. Mijn speelmaatjes weer te zien en te spreken. Daar verlang ik nu weer naar. En één ding weten ze zeker, de maandagochtend zal er nog lang fanatiek gefithockeyd worden. Nou, ik niet, maar ik denk dat de fithockey wel over 15 jaar nog bestaat, ja.